Wow. Oh, dat ging net goed. Een hoop gewoel. En toen was hij bijna de klif af. Super trail. Zeker, ja. En als je hoogtemeters wil maken, nou, dan kun je hier je hart ophalen. Het is steil omhoog en steil naar beneden. En ja, en dat is geweldig. We zijn aangekomen in Aiwaje. Wij lopen vandaag de Omtrail. Ik zou zeggen welkom, bedankt voor het kijken. Leuk dat je er bent. En we gaan jullie hier zo de mooiste stukjes laten zien. Ik ga vandaag aan de 35 kilometer beginnen. Maar het wordt snikheet. We zijn niks gewend. Jij loopt de 10? Ja. We hebben onze loopcollega Bram van Diemen, die loopt de 20. Dus, we hebben bijna alle afstanden gedekt. 50 kilometer filmen we nog even de start van zometeen. En dan gaan we eens even kijken wat deze omgeving ons gaat brengen. Ze beweren de zwaarste trail van België te zijn. Maar die competitie delen ze met de Trail des Deal. Dus we gaan eens even kijken hoe dat ons bevalt. Bram die heeft de Ideal ook gelopen. Dus die kan misschien een mooi vergelijk geven. Nou, we gaan het zien. Hè? Ja. Wat wel fijn is, ze hebben hier een goede parkeerplaats. Ja. Gewoon normaal auto rijden. Ja. Beetje dansen, je hebt muziek te horen natuurlijk, hè? Dankjewel. Maar vandaag niet te hard starten. Begrepen? De start van de 50 was een kwartiertje uitgesteld. Deze ook. Thank you.
verder. Home trail. Het wordt heet. Meer dan 30 graden, zeggen ze. We gaan hem beleven. Ga maar mee. Maken natuurlijk. Toujours feeling. Is de hoogtemeters zijn binnen. Die pakken ze niet meer af. Een kwartier. Wel zwaar, hè? Patricia is ook aan de beurt, of is al gestart, ligt eraan of ze vertraging hadden of niet. Maar heel veel succes, schat.
kilometer. Dat denk ik allemaal dat het zo lief is, joh. Nee, was dat niet zo lief, man. Ze lief is veel knapper. Hey. Ah, hij komt eind van de week komen. Oké, koning van Spanje stond ik trouwens op vorig jaar. Oh ja, hier. Ja, zie je, dus hij staat er al op. Kut. Zo, dat was VP1. Oeh, bijtanken. Wat gegeten, lekker. Even met mensen op de foto. Ah, leuk. Op naar VP2, die zit op 20,5, 10 kilometertjes. En ik ben nou alweer een beetje bij. Lekker. Verderop zou nog water zijn extra. Dus nee, we gaan het beleven. Kalmpjes aan vandaag. Voor donker thuis. En dan komt het wel goed. Hoogtemeters maken is eigenlijk de doelstelling. Want Klokner komt eraan. Hier moet ik het nog opgezocht. Ja, tuurlijk. Haha. Even lekker een beetje afkoelen hier. Hoor ik net zeggen? Over de helft. Ook. Over de helft. Distance, ja. Jullie wel. Ik zit eigenlijk op de 35. Dus ik moest dan nu nog 20, maar dat ga ik niet doen. Dus ik ga hem gewoon lekker aflopen op de 20. Maar ik kort hem in op 20, op een 20 kilometer parcours. Kijken wat ik dan op uitkom. Ik heb mijn water op. Bij de eerste VP hadden ze geen water meer. En dan zeiden ze van ja. Nee, verderop is water, alleen water. Geen water gezien. En ik heb de bladder leeg. Hier zit nog een flutsje in. En ja, ze waren. Mijn hemel. Ze zeggen de zwaarste van België. Maar ik geloof het maar zo. Water drinken.
gehad. Even goed bijgetankt. En water bijgevuld. Ik heb de bladder weer vol. En bidonnetje vol. Dan gaan we richting de finish. Struiken staan. Dus ja, zo kan het gaan. Dat ik mijn antiteken spray op heb. Met al die struiken. Je weet me nooit. Je voelt je wel de witte, de hitte. Zo gaaf, kijk maar ogen uit. Oh, kijk toch. Meer dan 7 kilometer. Ik heb de verzorgingspost reeds gehad. Was ook goed verzorgd. Van alles lekker, water. Dus kom je niks kort. Dus nu weer verder.
nog een kilometertje of drie, denk ik. Maar mooie bos hier. Hier is het wel duidelijk splitsen. Niet te missen. En dan snel naar de finish. Maar het gebied is prachtig, man. Camera wil opbergen, kom je weer een stukje tegen en denk van oh, even filmen. Echt waar? Ah, ah.
trail, zeg. Tot de omtrail. Jouw 10 kilometer ging wel goed, hè? Ja. Dus dat is allemaal mooi gegaan, hartstikke leuk. Mijn 35 is eigenlijk geëindigd in een 26. Dus want ik had het gewoon te zwaar. De omstandigheden waren erg warm. Ja. En ik denk dat qua hoogtemeters en qua klimmen dat ik het misschien ook wel een beetje onderschat heb. Ja. Denk ik wel. Ja, want het was gewoon een echt super zware trail. Dus, dat is in ieder geval een ding wat we wel geconcludeerd hebben. Ik heb deze alvast wel even met potlood in de agenda gezet. Terwijl er nog mensen binnenkomen van de 35 kilometer. Ja, 35 en 50. Ja, knap hoor. En het was zelfs zo erg dat, had jij gehoord hè, dat mensen van de 50 kilometer, de afstand hebben ze ingekort. Ja. Hebben ze teruggezet op het spoor van 35. Dat de omstandigheden gewoon te zwaar zijn. Dus dat was hartstikke goed. Nou, jullie hebben het filmpje gezien. Het is een prachtige omgeving. Echt de moeite waard. Super trail. Zeker, ja. En, als je hoogtemeters wil maken, nou, dan kun je hier je hart ophalen. Want het is hier, ja. Het is hier maar hoogtemeters eigenlijk. Ja. Het is steil omhoog en steil naar beneden. En en dat is geweldig. Willen jullie nou meer van dit soort video's zien? Abonneer eventjes op ons kanaal. Klik dan ook eventjes op de notificatiebel. Dan krijg je een video, een bericht. Zodra de video online voor de... Dan krijg je een bericht zodra de video online staat. Ja. En dan zeggen we samen... See you on the trails.